Helmond Sport beleefde een uitstekende dag. Op de slotdag van de transfermarkt werd duidelijk dat Mark Huscher niet naar ADO Den Haag gaat en dus in Helmond blijft. En in de avonduren werd AGOVV simpel opzij gezet. Bij rust stond het al 0-2 door Mark Veldmaten en deze poeier van Ilja van Leerdam. Na een stroef begin in de tweede helft liepen de Helmonders uit naar een ruime zege. Robbie Hamouts en opnieuw Ilja van Leerdam zorgden voor de simpele overwinning. Ik ben tevreden met 4-1 na een goede wedstrijd vorige week tegen Dordrecht die onterecht verliest. Ben ik hier heel tevreden mee. En Jurgen Streppel heeft nog een reden om tevreden te zijn als hij naar de ranglijst kijkt. Helmond Sport is inmiddels opgeklommen naar de tweede plaats op de ranglijst. Ja, we kunnen nog maar eentje naar boven. Hè. En daarom baalde ik ook wel dat we afgelopen week van Dordrecht verloren. Want dan hadden we op 7 punten gestaan. Dus. Maar goed, dat is niet zo. En al stelt niet. Hè. Maar kijken jullie echt nog naar die eerste plaats? Of is 2 ook wel heel mooi? Ja, je kunt moeilijk zeggen als je tweede staat dat je naar de degradatieplaats moet kijken, toch? Want we hebben een fantastische groep. En alles valt op zijn plaats. Dus ik ben er zeer tevreden over. En als wij met deze begroting, met deze spelersgroep de play-offs halen, we hebben het goed gedaan. Maar de jongens geloven ergens in. En daar ben ik wel heel erg blij mee.